Yo, welkom weer in een nieuwe video en vandaag hebben wij een vraag van onze vriend Daan. En Daan heeft mij een berichtje gestuurd en hij zegt dat hij zijn innerlijke vlammetje heeft gevonden. Hij heeft namelijk een doelstelling gezet. Hij wil in 2020 zijn benchpress over de 100 kilo hebben. Er is alleen één probleem. Op het moment dat hij bij de 60 à 70 kilo is, dan krijgt hij pijn aan zijn polsen. En daardoor kan zijn benchpress dus niet verhoogd worden. Toen ik mijn benchpress, ik durf het bijna niet te vertellen, een jaar of het zal het geweest zijn, 6, 8 geleden, toen ik nog jong was. Toen zat ik vast op een kilo of 40 à 50. Ik kwam mij niet voorbij die 50 kilo. En waarom niet? Hetzelfde probleem. Pijn in mijn pols. En bij sommige mensen gebeurt dat bij 50 kilo, de andere gebeurt het bij 70 kilo en bij de andere mensen gebeurt het helemaal nooit. Er komt een probleem en dat is pijn aan je pols. Hoe ik dat heb opgelost dan, zal ik je laten zien, want er zijn heel veel mensen die dit fout doen. De meeste mensen hier in mijn sportclub, die gaan liggen onder die bar en die pakken die bar gewoon beet en halen hem uit het rek. De meeste mensen die die bar beet pakken, die pakken hem eigenlijk iets meer te veel richting hun vingers. En die pakken hem zonder na te denken beet en die polsen die gaan huppakee hangen en hierdoor krijg je natuurlijk verschrikkelijk veel pijn aan je polsen. De een heeft dit wat sneller als de ander en sommigen krijgen hier nooit last van. En daarom dat is eigenlijk makkelijk op te lossen. Wat ik je wil laten doen is van je handen een soort L'tje maken. En we willen die duim net iets naar binnen doen. Dat je dat L'tje iets hebt verkort. Als je dat hebt gevonden met alle twee handen, leg je die duimen op de barbel. Dat is ook de reden dat heel veel mensen met die duimen op die barbel benchpressen, bankdrukken. Dus ik wil ze alleen gelijk hebben met die barbel. Dan doe je ze er alsnog omheen. Altijd alles voor de veiligheid. En dan til je hem eruit. En als je nu kijkt, ligt die barbel echt op het bot van mijn onderarm. Op mijn ulna en mijn radius. Daar ligt die op. En dat is een heel andere positie dan hier. Zoals je ziet. Die wil ik dus meer aan op het bot van mijn onderarm hebben. Nu lig ik stevig. Er is enkel wel één nadeel aan deze methode. Dat is op het moment dat ik tegen jou zeg, je moet je vingers en je duimen gelijk leggen met die bar, zie je wat er gebeurt in mijn schouders. Op het moment dat ik dat doe, gaan mijn schouders en ellebogen omhoog. Maak dan niet de fout dat wanneer je gaat bankdrukken, je alsnog die armen 90 graden op je lichaam gaat zetten. Ik wil niet dit zien, we willen nog steeds die armen een beetje gebogen hebben. Dus ja, draai je duimen, maar draai dan nog wel je schouders en je armen en je ellebogen terug. Daan, ik hoop dat dit geholpen heeft. Wil je meer van zulke video's zien? Neem eens een kijkje op mijn kanaal, dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, tot de streng.nl. Ignite your fire and grow stronger.